Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe kunstles. Vandaag gaat het over bomen en ik wilde jullie graag dit schilderij laten zien. Hier kun je goed zien dat de schilder heeft gekeken naar hoe de boom groeit, dus de takken zijn scheef, wijzen naar beneden en ook waar die van gemaakt is. Je ziet dat hij de schors heeft geschilderd en dat er dikke takken zijn, dunne kromme takken zijn, stukken met heel veel takken. Zij heeft goed gekeken naar hoe de boom ook echt groeit. Ook zie je dat alle takken een beetje door elkaar zitten. Het lijkt dus weer een beetje rommelig in de natuur. Je kan ook goed zien dat het 's avonds geschilderd is, want de achtergrond is een beetje donker. En ik denk dat het herfst was, want ik zie losse blaadjes op de grond liggen en nog een paar blaadjes aan de takken hangen. Dit schilderij is gemaakt door een kunstenaar die je vast wel kent, Mondriaan. Maar hij is beroemd geworden met deze schilderijen. Die zien er heel anders uit. Dit is een abstract schilderij. Je kan niet meer zien wat erop staat. Het is dus niet figuratief, maar het gaat hem alleen over welke vlakken naast elkaar staan en hoe het er goed uitziet. Hij noemt zijn schilderijen steeds compositie en dat betekent dat hij heel goed heeft nagedacht over welke vlakken groot en klein moeten zijn, waar ze op het schilderij moeten staan en hoeveel vlakken hij wil. En daar is hij eindeloos veel mee bezig geweest en wereldberoemd mee geworden. Dit is dus hoe hij begonnen is met die bomen. Deze boom heeft hij nog een paar keer geschilderd. Kijk, een jaar later schilderde hij de boom nog een keer. Maar toen kon je al zien dat hij veel meer heeft gekeken naar de compositie, naar de vlakken die hij ziet, ook tussen de takken. En hij vond de kleuren dus ineens een stuk minder belangrijk. Dus de boom is eigenlijk alleen maar grijs en wit. En een beetje zwart. De takken zijn dus een beetje minder realistisch geschilderd. Je ziet meer een soort gebogen lijnen die samen de takken vormen. Maar een echte tak ziet er natuurlijk niet zo uit. Ook zie je nog een klein beetje waar de stam staat. En je ziet goed aan de manier hoe hij geschilderd heeft, dat hij de stukken tussen de takken misschien nog wel belangrijker vond dan de takken zelf. Je raadt het al, het jaar daarna ging hij weer op bezoek bij diezelfde boom en heeft hij hem weer geschilderd. En toen heeft hij hem de titel Appelboom in bloei gegeven. Maar als hij die titel er niet bij had gezegd, had je misschien helemaal niet meer kunnen zien dat het een boom is. Want alle lijnen staan los en je kan bijna geen kleuren meer zien. Misschien als je heel goed kijkt kun je wel de kleuren van bloesem zien. En misschien zitten er nogal wat kleuren van de boom bij. Verder heeft hij alleen de lijnen die hij mooi vond geschilderd. En zo is het dus steeds een abstracter schilderij geworden. Er zijn nog veel meer kunstenaars heel erg geïnspireerd door bomen en vormen en die maken er dan ook weer wat anders van. Zo kom ik dit kunstwerk tegen. Deze kunstenaar heeft nagedacht over wat voor soort bomen er handig zouden zijn in de stad. En hij maakte dus deze stoplichtboom. Hoe komt het nou eigenlijk dat je toch kan zien dat het een boom is, ook al is het alleen maar ijzer en stoplichten? Deze kunstenaar heeft deze stalen boom bedacht. En in plaats van blaadjes kun je ook allemaal dingen zien die van staal gemaakt zijn. Zoals pannen, spatels en blikken. Het leek hem heel handig dat je in plaats van groente en fruit misschien ook dingen kan plukken. Wat voor dingen zou jij graag van een boom willen plukken? Wij gaan straks zelf ook een nieuwe boom verzinnen. Doen jullie mee? Wat we zometeen nodig hebben om onze boom te bouwen, zijn dit soort verpakkingswokkels. Die zitten vaak in pakketjes als er iets verstuurd moet worden dat niet kapot mag gaan. En deze zijn biologisch afbreekbaar. We hebben ook een droogdoekje nodig, een schaar, een potlood en eventueel een penseel, gekleurd papier en een nat doekje. En een kartonnen onderkantje, zodat we straks onze boom ergens op kunnen bouwen. Deze wokkels zijn dus heel speciaal, omdat ze biologisch afbreekbaar zijn. Dat betekent dat ze goed zijn voor het milieu, want ze zijn niet van plastic gemaakt, maar van een soort maïsmeel. En dat kan gecomposteerd worden, zodat er weer nieuwe planten uit kunnen groeien. En dat betekent ook dat ze oplosbaar zijn in water. Als er een beetje water opkomt, dan plakken ze aan elkaar vast. Daarom werkt het handig om hem nat te maken met een nat doekje, zodat er een klein beetje water opkomt. En dan kun je er dus nog een tegenaan duwen. En dan zitten ze aan elkaar vast. Heel handig. Als ze te nat worden, dan gaan ze dus in water oplossen. Kijk maar. Kijk, daar gaat hij helemaal uit elkaar. Kijk, er is helemaal geen wokkel meer over, alleen maar een paar kleine pluisjes. Om de boom te laten bouwen doen we dat eigenlijk een beetje op dezelfde manier als dat een boom ook groeit. Dus we beginnen gewoon bij de grond met een heel klein wokkeltje die je zo vastplakt. En dat doe je dus door hem nat te maken op het doekje. En dan kun je er zo nog eentje bovenop zetten. Net als een
echte boom hoeft onze boom helemaal niet super recht te worden. En zo kun je hem hoger bouwen. En als zo'n boom dan hoog genoeg is, dan komen er takken aan. En die takken die steken altijd een beetje naar de zijkant, zo. En mijn boom wordt nu langzaam een beetje wiebelig, dus nu ga ik de stam steviger maken. En dat doe je door er eentje tegenaan te plakken. Ik maak de onderkant nat en de zijkant, zodat ik hem tegen de zijkant aan kan bouwen. En dan kun je verder gaan met takken. En een boom maakt altijd weer meer takken aan takken. Nu zitten er al takken aan de takken vast. En dat ga ik gewoon nog een keer doen. Dus er komen nog meer takken aan de takken. Het kan zijn dat de tak een beetje gaat wiebelen, omdat hij ergens toch niet goed genoeg geplakt zit. Dan kun je er gewoon nog een wokkel tegenaan plakken. Of je kan het met een penseel een klein beetje nat maken. En het helpt als je ze even een beetje vasthoudt, zodat ze echt tegen elkaar aangeplakt zitten. En nu ga ik eigenlijk nog een rondje doen met weer takken aan takken maken. En deze takken ga ik ook een beetje knijpen, zodat ze wat kleiner en dunner worden. Het kan zijn dat er stukken boom afvallen. Dat geeft niet. Die kun je gewoon weer op een andere plek opnieuw aan elkaar zetten. En dan kun je gaan bedenken wat voor soort boom het wordt. Wat groeit er aan je boom? Misschien lekker eten, of iets wat je leuk vindt om te doen, of iets wat je denkt dat alle mensen heel erg nodig hebben. De blaadjes kun je vastplakken door ze ook nat te maken, net als dat we de takken hebben gedaan, en dan erop vastplakken. Het leek mij leuk om een Mondriaanboom te maken, dus mijn boom krijgt allemaal vierkante blaadjes van kleuren die Mondriaan mooi vindt. Mijn boom geef ik ook wat driehoekblaadjes. Zorg dat je boom van alle kanten mooi is om naar te kijken. Nu kun je ook nog tekenen waar je boom uit groeit. Misschien zou ik hier wel verfklodders bij kunnen tekenen. Of iets heel anders. Ik ben heel benieuwd wat voor bomen jullie hebben gemaakt. Stuur mij een foto, dan kan ik die weer laten zien in de volgende les. Veel plezier! Doei!